Noord-Korea staat natuurlijk bekend als uiterst gesloten. Maar blijkbaar kunnen buitenlanders er toch mee samenwerken als ze bereid zijn om compromissen te sluiten. De Belgische Anja Dalemans heeft in Noord-Korea een film gedraaid. Comrade Kim Goes Flying heet die. Aan correspondent Saskia de Schutter vertelde Anja Dalemans dat kritiek leveren op het regime niet haar ambitie was. Tijdens opnames, tijdens het proces hebben wij nooit enige restrictie gehad van dit mag niet, dit kan niet. Natuurlijk zijn we een beetje onze eigen censors geweest door te kiezen voor een romantische komedie. De personages spreken elkaar aan met kameraad. En dankzij een partijsecretaris kan de vrouw haar droom realiseren. Als ze de moed verliest na de zoveelste val, helpt de gedachte aan grote leider Kim Jong-un haar er bovenop. Maar volgens Dalemans is het geen communistisch pamflet. Het is couleur lokaal. De film is gemaakt puur voor entertainment, om de mensen te amuseren. Ik kan alleen maar hopen dat de westerse wereld al hun vooroordelen die ze hebben opzij laat als ze de film gaan bekijken en hem gewoon zien puur als entertainment. Er zitten geen verborgen boodschappen in verstopt.